In Willemstad op Curaçao concentreerde zich de belangstelling van de pers voor de statenverkiezingen der Nederlandse Antillen, die als direct gevolg van de onlusten van 30 mei vervroegd gehouden werden. Grote gaten in huizenrijen in het centrum herinneren nog aan de branden die toen enorme schade aanrichtten. Op Curaçao ging het om 12 van de 22 statenzetels. Om de rest moesten de bewoners van Aruba, Bonaire en de Bovenwindse eilanden stemmen. Tot op het laatste moment maakten de partijen, waaronder de Democratische Partij van oud-premier Ciro Kroon, nog veel propaganda voor hun zaak. Maar deze laatste partij, die meer dan 15 jaar aan de macht is geweest, heeft nu de absolute meerderheid verloren. Samen met de coalitiegenoten zal de Democratische Partij in de nieuwe staten 11 van de 22 zetels bezetten. De grote verrassing was het feit dat de pas na 30 mei opgerichte arbeiderspartij van vakbondsleider Papa Godet, die zelf in hechtenis zat, 3 zetels behaalde. Het wachten is nu op de vorming van een nieuwe regering, die zal moeten trachten de vooral op 30 mei aan het licht getreden tegenstellingen op de Antillen op te heffen.